Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Hillenaar, tot voor kort CIO, Chief Information Officer, de hoogste baas van het spul bij het Rijk. U zult voornamelijk worden ondervraagd door de dames Bruin, Slot en Fokker, maar de rest van de commissie, de heer Van Menen, de heer Ulenbelt en ikzelf doen ook mee, we letten wel op. Wij introduceren mensen altijd even kort. Kunt u zeggen, allereerst, hoe u zelf de rol die u heeft gehad, heel kort hoor, want we gaan er straks verder op door, als CIO bij het Rijk. We hebben daar nu van allerlei kanten dingen over gehoord, u wellicht ook. Hoe heeft u dat zelf ervaren, hoe is dat gegaan? Ik vond het uitermate mooi dat die rol er gekomen is. Het vervolg op een aantal debatten over hetzelfde onderwerp in de periode 2007-2008. Mijn opdracht was om een aantal maatregelen die destijds zijn geformuleerd door u en overgenomen door het kabinet, om die ook echt tot werking te brengen. U is de Kamer. Ja. Ja, dat u. Ja. En ik heb die rol eigenlijk op twee manieren ingevuld. Eén is het stelsel tot werking brengen, tot leven wekken. En het tweede is ervoor zorgen dat de toch wel verbrokkelde informatie-infrastructuur bij de Rijksoverheid, het waren allemaal losse onderdelen, om die meer bij elkaar te brengen. Dat zijn mijn twee hoofdopdrachten geworden. Nou, daar gaan we ongetwijfeld verder over praten. Wat ons wel uit eerdere contacten is gebleken, is dat u vindt, kijk nou niet altijd naar wat er fout gaat en al die negatieve verhalen over ICT. Dus het is goed om die nuancering ook via u hier vandaag te hebben. Er gaan ook heel veel dingen goed. En in dat verband heeft u wel eens als voorbeeld genoemd dat bij een nieuw systeem voor het gevangenenvervoer, een nieuw ICT-systeem voor het gevangenenvervoer, we eerst eens gaan kijken of het systeem voor het ziekenvervoer, dat ergens anders natuurlijk al liep, of we dat kunnen gebruiken of herformuleren of hergebruiken. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, in dat gesprek ging het vooral over hergebruik. Hè. Dat het natuurlijk heel mooi is als je niet alles van het begin af aan opnieuw ontwikkelt, maar kijkt welke onderdelen herbruikbaar zijn. En ik heb dat als een soort van voorbeeld genoemd. Waarbij, omdat het heel duidelijk illustreert dat systemen die mijlenver van elkaar lijken te staan, eigenlijk best op elkaar lijken. En hergebruik is een van de thema's waar we de laatste jaren steeds meer op inzetten. Kan ik straks wat voorbeelden van geven als u dat wilt. Maar volgens mij zei u in dat kader ook, dat kost nog aardig wat overredingskracht om dat voor elkaar te krijgen. Ligt dus toe. Omdat de eerste reactie meestal is van nee, maar ons systeem is totaal anders. Onze wereld is totaal anders. En als je dan erin slaagt om systemen terug te brengen tot onderdelen, dan wordt de logica wat groter. Maar eigenlijk zou dat toch voorkomen gesneden koek moeten zijn. Dat als je op departement 1 een systeem hebt voor, wat is het, voor ziekenvervoer. En je hebt op departement 2 iets nodig dat je rondvraagt en kijkt wat hebben we al ergens. Of dat u erop op wijst dat het ergens anders al is. En dat je zegt, ja graag, dat kost ons geen ontwikkelingsgeld. We hoeven het niet opnieuw te ontwikkelen. Geef hier dat ze het uit uw handen zouden moeten trekken. Eigenlijk. Ja, als je allemaal de wereld vanuit een holistisch perspectief bekijkt, dan is dat heel erg logisch. Maar wat logisch lijkt, is niet altijd logisch. Nou, ik bekijk het niet vanuit de holistiek. Ik kijk een beetje naar de kosten. Ja. Nee, goed, dan maak ik hem simpeler. Wat logisch lijkt, is niet altijd logisch. Als jij in jouw kolom bezig bent met na te denken over jouw wereld, dan ben je niet altijd bereid om te kijken naar de buitenwereld. En dat is dus, denk ik, er zijn andere mensen voor nodig om die logica in te brengen. Goed, wij gaan naar mevrouw Bruinslot. U heeft een brede ervaring. U werkte eerder bij het expertisecentrum als principal consultant. Maar u heeft ook al bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewerkt als directeur informatiebeleid. CIO Rijk geweest en u bent nu principal consultant bij Publiek. Wat doet u in die functie? Daar werk ik pas heel kort. Ik ben per 1 januari gestopt als CIO van het Rijk. Omdat ik het tijd vond om mezelf weer wat door te ontwikkelen. Ik heb de eerste 3 jaar nog wel de tijd gehad om af en toe eens te kijken naar wat gebeurt er in de wereld om ons heen. De laatste 2 jaar niet meer. Ik heb er dus tijd voor gepakt de afgelopen 3 maanden. En ben net begonnen bij Publiek. Daar heb ik nu wel wat kleine opdrachten, maar ik wil eigenlijk nog even door met die periode van kijken in de wereld om ons heen, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Want dat is natuurlijk het terrein waarop we nu actief zijn. ICT is een enorme aanjager voor heel veel veranderingen
En het is wel belangrijk dat je die verandering ook in de gaten blijft houden. Dus inderdaad, kijken in de wereld wat er omheen gebeurt. En u schrijft dan ook op de website van Publiek dat u bezig bent om een brug te slaan tussen het ICT-bedrijfsleven en de overheid. Hoe komt het dat die kloof zo groot is en hoe kan die kloof het beste overbrugd worden? Ik durf te praten over die kloof omdat ik zelf directeur van een ICT-bedrijf ben geweest, in het verleden ook 10 jaar lang. Toen eigenlijk wel het gevoel had dat ik snapte hoe de overheid in elkaar zat. Dat gevoel nog meer kreeg toen ik als consultant een aantal projecten bij de Rijksoverheid mocht begeleiden. Maar de afgelopen 5 jaar heb ik gemerkt dat je het pas echt snapt als je erin zit. En wat je merkt is dat er maar heel weinig mensen zijn die de stap zetten van overheid naar bedrijfsleven of de andere kant op of weer terug. En de beste manier om die brug die kloof te verkleinen is dus dat als die uitwisseling meer voor elkaar zou worden gebracht. Dan kun je denken aan stageprogramma's, je kunt denken aan opleidingsprogramma's, maar daar is echt een hele wereld te winnen. Het zijn volstrekt verschillende systemen die op volstrekt verschillende drijfveren gebaseerd zijn. Wat zijn die volstrekt verschillende drijfveren? Mag ik het heel simplistisch zeggen? De publieke zaak versus het resultaat, het financiële resultaat. En daar mag ik dat vertalen in die zin zoals andere sprekers het hier ook al hebben gedaan, dat bij het bedrijfsleven financiële overwegingen vaak leidend zijn, maar dat bij de overheid niet altijd de financiële overweging leidend is vanuit de aard van de publieke zaak. Dat is juist. Net bij de inleiding ging het al even over uw vorige functie. En we willen natuurlijk ook heel graag weten wat u in uw vorige functie allemaal bereikt heeft. Maar wat ik me zo afvroeg... U bent 5 jaar CAO Rijk geweest. Ja. Is het eigenlijk niet pijnlijk dat op het moment dat u eigenlijk vertrekt, dat dit onderzoek van deze commissie op dit moment loopt? Het onderzoek loopt al iets langer. Ik heb daar ook een stuk van mogen meemaken. Ik had gehoopt dat het eindrapport nog tijdens de periode dat ik er was nog was gekomen. Maar het is anders gelopen. Ik weet niet of, ik beschouw het absoluut niet als pijnlijk. Ik beschouw het als een kans. Omdat ik denk dat, en dat probeer ik net al even aan te geven, ICT is niet niks. Voor de overheid is het ingewikkeld. Hè? U zult van mij niet horen dat het allemaal makkelijk is of makkelijk wordt. Het is ook een behoorlijke kluif voor het bedrijfsleven. En dan heb ik niet over het ICT-bedrijfsleven, maar gewoon de wereld om ons heen. Het is een enorme kluif voor de landen om ons heen. De wereld verandert in een ongelooflijk tempo. En zeker de laatste jaren, nu ook de consument steeds meer beschikking krijgt over ICT-hulpmiddelen die ook, laten we zeggen, de druk verder vergroot. Betekent dat ik het heel belangrijk vind dat dit onderwerp juist nu besproken wordt. Omdat ik denk dat er een aantal maatregelen zijn geformuleerd in 2008, die op dit moment absoluut op een heleboel onderwerpen tot effect leiden. Maar er moet veel meer gebeuren. En ik hoop dus dat de commissie komt met een aantal aanvullende maatregelen die daarbij helpen. Ja, en dat hoor ik u zeggen en dat klopt misschien. Maar stel nou dat ik daar tegenwerp dat als het bij de CAO Rijk allemaal goed was gegaan, dan hadden wij hier misschien niet gezeten. En dan had u dat allemaal op de agenda gezet, wat hier wellicht allemaal tijdens de hoorzitting ter tafel komt. Ja, ik wil nog wel even benadrukken dat ik het graag wil hebben over wat er bij de Rijksoverheid gebeurd is. Dus niet de overheid, maar de Rijksoverheid. En over mijn rol daarbinnen. En de voorzitter gaf net al even aan dat hij mij ook de ruimte zou geven om te vertellen wat er dan wel goed gegaan is de afgelopen periode. En als ik die zou mogen pakken, zou ik dat ook graag doen. Volgens mij komt dat in de rest van het gesprek langs. Maar als u nu al behoefte heeft om daar iets over te zeggen, dan kan dat natuurlijk. Ja, kijk, nogmaals, het is... De rapporten van de Rekenkamer waren duidelijk in die periode. Er moest het een en ander gebeuren. Er is gewezen op een zwak opdrachtgeverschap. Daar is veel gebeurd. Ieder kwartaal bespreekt iedere secretaris-generaal het complete portfolio van zijn departement in de bestuursraad. Iedere CIO heeft toegang tot die bestuursraad. Projecten die gestart worden, worden gestart met een hele serie aan spelregels. En er wordt gecheckt door de ordendienst of aan die spelregels wordt voldaan. Jaarlijks komt er een rapportage naar de Tweede Kamer. Wij zien dat het totaal budget aan onderhanden werk kleiner wordt. We zien dat er ook geen hele grote projecten meer gestart worden. We zien dat projecten gewoon kleiner zijn geworden.
Allemaal, denk ik, om ervoor te zorgen dat de grote uitglijders niet meer voorkomen. Ja, nogmaals, ik heb het over het domein van de Rijksoverheid. Dat zijn verbeteringen. Maar als ik even een stapje terugzet, wat is uw rol daarbinnen? Want u zegt nou wat binnen het departement gebeurt. Maar hoe moet ik dan uw rol daarbinnen zien? Wat doet u? Stemt u dat af? Zegt u van, luister eens, jullie moeten beter samenwerken. Hoe werkt dan de Rijks-CAO? Nou, een voorbeeld van die samenwerking is dat we een CAO-stelsel gemaakt hebben. Want in diezelfde periode heeft ieder ministerie een CAO benoemd. En mijn portefeuille ook verdeeld hebben over de complete set aan CAO's. Waardoor iedereen ook vanuit een rijksbreed perspectief opereert. Dat noem ik samenwerking. Die samenwerking is veel groter geworden. En dan wordt het ook makkelijker om met elkaar werk te verdelen. Dan wordt het ook makkelijker om met elkaar casuïstiek te bespreken. Wat ik verder heb gedaan, is ervoor gezorgd dat het ook een kritiekpunt, dat wij afhankelijk zijn van externe partijen. Als het gaat om met name het projectleiderschap, projectmanagers. We hebben al onze goede projectmanagers bij elkaar gehaald, die behoorlijk kwalitatief tegen het licht gehouden, bij elkaar gebracht in één organisatie en ervoor gezorgd dat op cruciale plekken eigen mensen zitten. Dat is een hele concrete bijdrage. Ja, maar als ik dan nog een stapje terug. Ik ben een tijdje woordvoerder milieu geweest en toen nam ik er wel eens met verbazing kennis van dat er dan in de Kamer in één week zijn er drie verschillende debatten en die gaan allemaal over veiligheid. Maar het ene debat ligt bij justitie. Het volgende debat ligt wel bij infra en milieu. En weer een debat ligt heel ergens anders. Stel nou, u bent inderdaad Rijks-CAO geweest. Wordt er dan niet een keer gezegd, jullie moeten eens over de schutting heen? Dus hoe zit het met uw doorzettingsmacht? Als er echt zaken niet goed gaan, hoe kunt u dat dan oplossen? Bijvoorbeeld, als ik naar die drie debatten kijk, ik vond het belachelijk dat er drie debatten over dezelfde onderwerpen waren en dat dat bij verschillende ministeries lag. Dus heeft u dan ook, had u als Rijks-CAO ook doorzettingsmacht om eigenlijk op een moment dat eigenlijk alle departementen misschien een beetje langs elkaar heen werken, om dan met de vuist op tafel te slaan? Of moet ik concluderen dat departementen vooral hun eigen tokootjes hebben? Als je kijkt naar het tweede deel van mijn portefeuille, dan is het bij elkaar brengen van die verbrokkelde informatie-infrastructuur. Dan heb ik daar met name gewerkt aan de gemeenschappelijkheid. En daar zie je dus gebeuren dat je gewoon op een bepaald moment even een ministerraadsbesluit moet ophalen om iets voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld de consolidatie van de datacenters hebben we verankerd via de ministerraad. En dan is de ruimte er ook om de afspraken die je maakt ook af te dwingen. Maar kan ik daar dan uit concluderen? Dan heeft u de ministerraad nodig, want u bent natuurlijk zelf Rijks-CAO, lijkt me toch geweest, lijkt me toch ook een belangrijke positie. Maar dan moet ik de conclusie trekken dat u zelf vanuit uw functie die doorzettingsmacht niet had. Dat daar dan wel echt een besluit van de ministerraad voor nodig was om aan die doorzettingsmacht te komen. Zoals de Rijksoverheid nu is ingericht, is uiteindelijk de secretaris-generaal verantwoordelijk voor alles wat er binnen zijn departement gebeurt. En als we aanvullend daarop dingen moeten regelen, dan moeten daar bijzondere afspraken over worden gemaakt. Dat is juist. Betekent dat ook voor uw positie dat u dus ook afhankelijk bent van de besluitvorming van de secretaris-generaal om echt iets geaccordeerd te krijgen? Er zijn ook andere wegen. We hebben bijvoorbeeld een e-strategie vastgesteld. Dat is de eerste gemeenschappelijke strategie op ICT-terrein in de historie. Dus een mooi moment. Met die strategie in de hand heb je natuurlijk wel een spoorboekje waar je vervolgens ook departementen aan kunt binden. Dus dan ligt er een formeel document onder. En is die e-strategie als zodanig ook uit de verf gekomen? Jazeker. Daar sturen we vrij precies op. En dan gaat het over ga ik toch even terug naar die voormalig verbrokkelde infrastructuur die we bij elkaar brengen zijn. Dan gaat het over de consolidatie van werkplekken, eenduidig informatiebeleid, het ervoor zorgen dat rijksambtenaren altijd en overal op een veilige manier bij hun informatie kunnen komen. Dat soort zaken. Ja. Zijn er ook onderdelen van de e-strategie waar u nu van zegt van nou, dat is minder uit de verf gekomen, daar moet nog wel echt wat gebeuren? Even kijken, het gebied wat het meest aandacht vraagt is het documentmanagement, het digitaliseren van de documenten. Daar één leiding krijgen, dat is een vrij weerbarstig vraagstuk, ja. En hoe zou dat opgelost kunnen worden?
Daar zouden we een apart gesprek over moeten hebben, denk ik. Dat is een tamelijk pittige casus om even uit te leggen. Maar doe eens een poging in 20 seconden. In 30 seconden. Maar ieder ingewikkeld probleem heeft een kern. Ja. Wat is de kern? Ik pas nu even. Hebt u daar genoeg om mee, mevrouw Fok? Nee. U de belt? Is het kernwoord stammenstrijd daarvan toepassing? Nee, dat is niet het kernwoord. Nee, het is geen stammenstrijd. Maar welk kernwoord wel? Complexiteit. Technische complexiteit, ja. En op welke manier technische complexiteit? Veelheid van betrokken partijen. Dat is natuurlijk niet technisch, maar dat maakt het wel technisch, omdat die allemaal weer andere achtergronden hebben. Niet alleen betrokken bij de Rijksoverheid, maar ik heb dus ook andere bestuurslagen. Archiefdiensten in het land bijvoorbeeld. Allerlei primaire proceseigenaren, dus de basis van de beleidsbasis. Dus in echt complexiteit in termen van organisatie, in termen van technologie. Dat zijn de kernwoorden. Als het gaat om de betrokkenheid van partijen, hoe zou u de relatie tussen de opdrachtgevers binnen de overheid en de ICT-leveranciers willen beschrijven? Opdrachtgeverschap is natuurlijk een van de centrale thema's geweest en nog steeds. Wat je ziet is dat iedere topambtenaar bij het Rijk ondertussen niet meer wegloopt van ICT als onderwerp. We hebben speciale klassen ingesteld met de Algemene Bestuursdienst, waar een groot deel van de topambtenaren al naartoe is geweest. We hebben ervoor gezorgd dat dat vak van opdrachtgever duidelijk wordt. Wat betekent dat dan? En dat leidt er ook weer toe dat de relatie met de opdrachtnemer een steviger wordt. Waarbij die natuurlijk altijd beter kan. En je natuurlijk altijd enorme verschillen hebt in personele invulling daarvan. De ene persoon is de andere niet, maar dat is een open deur. Maar in hoeverre begrijpen ICT, bedrijfsleven en overheid elkaar goed genoeg? Dat gaf ik net al even aan. Onvoldoende. Echt onvoldoende. Kunt u een voorbeeld noemen daarvan? Een heel plat voorbeeld. Een overheidsinstantie heeft een opdracht te vergeven aan het einde van het jaar. En een accountmanager van een bedrijf heeft geen zin om die opdracht aan te nemen, omdat hij of zij de target al heeft gehaald en denkt, als ik deze er nu bij krijg, dan betekent dat mijn target volgend jaar hoger wordt. Het is een hele platte, maar het is wel heel illustrerend, illustratief voor de verschillen in manieren van denken. En als u een minder plat voorbeeld geeft? Een minder plat voorbeeld. Dan moet je toch vooral gaan kijken naar de, hoe zitten werelden in elkaar? Wat zijn primaire drijfveren? Is dat geld of is dat een hele ingewikkelde bestuurlijke organisatorische omgeving? Is er gevoel voor die politiek-bestuurlijke omgevingen? Er is heel veel interesse overigens, merk ik, vanuit het bedrijfsleven om dat beter te leren snappen. Vanuit de overheid zouden we misschien ook ons best moeten doen om iets beter te begrijpen hoe die bedrijven in elkaar zitten. Maar het zijn twee werelden. Maar is het punt niet juist dat het bedrijfsleven heel goed begrijpt hoe de overheid in elkaar zit en dat het daar heel complex is en dat de overheid wellicht een iets te rooskleurig beeld heeft van het bedrijfsleven en niet begrijpt dat daar geld de voornaamste drijfveer is? Dat lijkt me nou niet zo ingewikkeld om dat bij ambtenaren tussen de oren te krijgen, dat geld in het bedrijfsleven een belangrijke drijfveer is. Nee, dat klopt wel. Kijk, ik ben met u eens dat het bedrijfsleven vrij goed in de gaten had hoe de overheid in elkaar zit, als het met name ging over de verbrokkeling waar ik het net al even over had. En het feit dat de Rijksoverheid langzamerhand steeds meer, laten we zeggen, de krachten bundelt en steeds meer vanuit één geheel, vanuit één perspectief opereert, maakt dat er wat wrijving ontstaat. Want dat wordt wat minder makkelijk. Hè. We hebben bijvoorbeeld een maatregel getroffen om rondom grote leveranciers één contactpunt bij de Rijksoverheid in te stellen, waardoor je ook weet hoe de contacten tussen bedrijven en meerdere onderdelen van de Rijksoverheid vorm krijgen. Dat was even wennen.
Uiteindelijk zien die bedrijven wel dat nou eenmaal onvermijdelijk is. En gaan ze vervolgens wel weer kijken wat de volgende stap kan zijn. Eén aanvullend vraagje nog over dat elkaar goed begrijpen. Is het niet eigenlijk ook zo dat je als overheid zou moeten zeggen, beste leverancier, u moet ons begrijpen, want wij geven u een opdracht en we willen dat en dat geregeld hebben. Dus je zorgt maar dat je snapt wat we willen. En dat het helemaal niet zozeer over en weer moet zijn, dat begrip. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je, wederom, als je kijkt naar het effect van ICT op die overheid, dat natuurlijk een opdrachtgevers-leveranciersverhouding is de meest zuivere, de meest simpele. Maar het zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn als ook die markt kan helpen om jou op ideeën te brengen die je misschien niet bedacht had. Als je voorstellen zou kunnen krijgen die leiden tot kostenvermindering aan jouw kant. En dit is misschien een idealistische opvatting, maar toch zijn er bedrijven die op die manier opereren. Die zeggen, laten wij nou eens kijken of wij een deel van de besparingen weer in innovatie kunnen stoppen bijvoorbeeld. En dan ga je meer in de richting van partnerships. Dat is een, vind ik, lelijk woord, omdat er al heel lang over gesproken wordt. Maar het nog maar zelden invulling krijgt in relaties tussen de overheid en het ICT-bedrijfsleven. Maar het zou wel een streven kunnen zijn. Ik moet eerlijk zeggen, u beantwoordt nu de vraag. En dat was, het is niet het beeld wat u nu schetst, wat ik eigenlijk heb overgehouden. Afgelopen maandag zat hier ook meneer Leter. Mm-hmm. En ik had meer het gevoel dat je eigenlijk van de overheid alles kunt vragen. En dat leveranciers zelden richting een overheid zullen zeggen, hoe kan het zo goedkoop mogelijk? Maar dat volgens mij wat ik heb overgehouden afgelopen maandag was eigenlijk, de overheid betaalt toch wel. Nou, kijk, de overheid betaalt altijd. Dat vinden bedrijven erg fijn. De overheid betaalt toch wel in de zin van, wij kunnen vragen wat we willen en we krijgen onze centen wel. Dat is echt, dat is een misvatting. Maar hoezo is dat een misvatting? Want het is wel het beeld, hè, als hier in de hoorzitting spreken wij met verschillende mensen. Ja. En dat is toch af en toe wel een beetje een beeld wat bij mij blijft hangen. Dus als u zegt van ja, dat is een misvatting, dan stel ik voor dat u mij uitlegt waarom dat dan een ontzettende misvatting is. Nou, ik heb, dat probeer zoveel mogelijk te vermijden, maar zelf ook een aantal projecten gedaan. Hè, met name, dat waren echt ICT-projecten. Ik kan u verzekeren dat daar vrij stevig onderhandeld is. Dat heeft gewoon geleid tot concrete besparingen. Maar wat er hier overheen loopt of ligt, is natuurlijk het feit dat geld een schaars goed geworden is in Den Haag. We zijn continu, jaar in jaar uit, op zoek naar geld. En dat betekent dat ook deze projecten, heel veel projecten ingezet worden, juist om besparingen te realiseren. En dat betekent dat dus ook aan de onderhandelingstafel er vrij stevig wordt geopereerd om vervolgens ook die besparingen binnen te halen. Dan denk ik aan contracten rond de mobiele telefonie. Dan denk ik ook aan de concentratie van de datacenters, consolidatie. Is dan de constatering dat de economische crisis en het feit dat de overheid moest gaan bezuinigen afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat de overheid zich ook steviger als opdrachtgever is gaan gedragen naar de ICT-business toe? Op twee manieren heeft dat geholpen. Aan de ene, in de eerste plaats, omdat het daarmee prettiger werd om samen te werken. Want als je samen kunt optrekken, dan kun je ook tot besparingen komen. Dus het heeft absoluut geholpen bij bijvoorbeeld het voor elkaar krijgen van de digitale werkomgeving Rijk. Laten we dat nou maar met z'n allen doen, dat is beter. En bovendien delen we die infrastructuur ook. Geldt ook weer voor die datacenters. En het heeft inderdaad ook geholpen om te kunnen zoeken naar waar kunnen we het zuiniger doen? Hoe kunnen we ICT inzetten om te besparen? Paul, Ulebelt. Veel in deze hoorzitting gaat over verspillingen en dat soort dingen. U neemt nu het woord besparingen in de mond. Inderdaad. Heeft u een idee hoe, laten we zeggen, in uw periode van 5 jaar... de omvang van de besparingen voor de overheid is geweest in geld? Ik kan 2 voorbeelden noemen. Het eerste voorbeeld is de besparing op de mobiele en de vaste telefonie. Die is boven de 30 miljoen euro op jaarbasis. En de besparingen die we hebben bereikt met de consolidatie van de datacenters zitten in de buurt van de 80 miljoen euro. Maar is er een overzicht van alle besparingen van de afgelopen 5 jaar? Daar moeten we een heel eind mee kunnen komen. Ik heb het niet paraat. Dan wil ik teruggaan naar een aantal instrumenten die er nog zijn. Maar mag ik nog 1 aanvullende vraag stellen over dat geld? U zei, dat is heel interessant, geld is in Den Haag een schaars goed geworden.
sinds de crisis. En heeft u uitgelegd dat dat betekent dat je ook die projecten beter gaat regelen en zo. Maar betekent dat, want een aantal van de door ons onderzochte mislukkingen zijn van voor de crisis. Of althans deels van voor de crisis. Betekent het dat in die tijd dat het geld nog tegen de wand klotste, dat het ook veel te gedachteloos werd uitgegeven aan die ICT? Mag ik dat dan ook concluderen? Ik zou die conclusie niet graag delen. Ik heb toch het gevoel dat de mensen die ik heb ontmoet de afgelopen jaren allemaal buitengewoon serieus hun werk doen. En verspillen vind ik dus in die zin ook een lastig woord. Ik probeer te benadrukken dat ICT een complexe materie is. En dat is niet een mooi woord om daarmee weg te komen. Maar de snelheid is ontzettend hoog, is ontzettend groot. Dus je maakt fouten. Wij maken fouten. Onze vrienden in het bedrijfsleven maken fouten. Onze omliggende landen maken fouten. Punt is alleen, is dat leergeld. Hè? Leer ervan. En mijn stelling is dat we daarvan leren. En dan zullen er ongetwijfeld nog steeds ongelukken gebeuren. Er zullen ook ongetwijfeld incidenten. Ik heb me heel veel herkend van de verhalen die ik gehoord heb. Maar het zijn allemaal stukjes op verschillende plekken. En als je allemaal bij elkaar legt en je zegt dat is de werkelijkheid, krijg je een buitengewoon somber beeld van die werkelijkheid. Maar misschien is dat beeld ook zo somber. Nou, ja goed, nogmaals, ik praat over de afgelopen 5 jaar. En ook daar zijn dingen niet goed gegaan. Maar ik constateer een opwaartse beweging. En ik denk dat wij die projecten, want daar gaat het hier primair om, dat we die onder controle gaan krijgen. En dan nog steeds zullen er af en toe dingetjes misgaan. Maar dat zijn dingen die niet meer liggen aan de principiële dingen als de opdrachtgever was niet goed, we hebben niet op onze centen gepast, er was een slechte programmamanager, dat gaat niet meer gebeuren. Niet meer, zei nee, en zeg ik. U zei, ik zou die conclusie niet graag met u willen delen. Ja, ik deel die conclusie ook niet graag, niet met u en met niemand. Maar als die onontkoombaar is, dat in die jaren, en uit ons onderzoek blijkt tot nu toe, dat in een groot aantal gevallen de projectorganisatie niet op orde was, projecten in tijd en geld uitliepen, vooraf onvoldoende was nagedacht, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En ik probeer bij u te verifiëren of ik het goed zie. En ik probeer dus nog één keer dat in ieder geval in uw beleving wellicht de laatste 5 jaar dan een verbetering is opgetreden. Al dan niet toevallig samenhangend met uw eigen opereren. Maar dat in de jaren daarvoor veel te gemakkelijk dit soort dingen kon gebeuren voordat er werd ingegrepen. En deelt u dat? Nee, ik kan dat niet met u delen. Ik kan wel met u delen dat er ongetwijfeld dit soort dingen gebeurd zullen zijn. Maar of in conclusie in algemene termen van dat is dus de gang van zaken, dat ben ik niet met u eens. Ik heb de mensen die ik de afgelopen jaren ontmoet heb gezien als buitengewoon serieuze mensen die hun werk op een goede manier doen. En de verspilling en gewoon zomaar makkelijk geld laten weglopen heb ik niet gezien. Maar 1,5 uur geleden zat er nog iemand op die stoel die precies het tegenovergestelde beweerde. Ik heb dat gehoord. Hoe verklaart u dat dan? Dat is zijn waarneming. En dat is zijn waarheid. Dus dat is ook zijn waarheid. Dat zal dus ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar ik geef aan dat ik dat niet als de algemene gang. Want dat heeft hij trouwens zelf ook gezegd, volgens mij. Hij zei: er gaan een aantal dingen fout en er gaan gelukkig ook een heleboel dingen goed. Mevrouw Warstel. Ik wil nog inzoomen op een aantal instrumenten die worden gebruikt tussen de relatie tussen de opdrachtgever binnen overheid en de ICT-leverancier. We hebben het zo net al even over de I-strategie gehad. Maar dus inmiddels ook de ideoloog. En daarin is heel veel aandacht voor het instrument van de ICT-haalbaarheidstoets. Ja. Toch wordt hier nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt door de overheid. Wat zijn volgens u daarvan de redenen? Dat zijn er volgens mij 2. Ik deel uw opvatting dat het te weinig gebruikt wordt. De eerste is dat het voor beleidsmedewerkers kennelijk lastig is om met onafbeleid naar buiten te komen. En dat is wel een vooronderstelling bij die haalbaarheidstoets. Dat je een idee hebt en dat idee vervolgens voorlegt aan een aantal bedrijven waarvan je denkt dat die verstand van hebben om op basis daarvan te komen tot een verbetering van je voorstel. De andere kant is dat we in die aanpak een aantal bedrijven, mogelijk concurrerende bedrijven, bij elkaar aan tafel zetten. En je merkt dat het lastig is voor concurrerende bedrijven om dan in alle openheid aan te geven wat zij nou vinden van dat idee, omdat ze bang zijn dat misschien dat idee door anderen wordt overgenomen. Nou, dat is in mijn beleving een kwestie van wennen. En je merkt dat dat de laatste tijd ook beter gaat. Maar we zullen daar even nog in moeten doorzetten. Sorry, dat zou handig zijn als daar even in wordt doorgezet nog.
Is daarin ook een factor dat het lastig is om van tevoren al geld gewoon te budgetteren voor die ICT-haalbaarheidstoets? Nou, een ICT-haalbaarheidstoets kost volgens mij nog geen 10.000 euro. En dit gaat om serieuze projecten, dus dat zou verwaarloosbaar moeten zijn. Wat mij opviel in het convenant dat wij eerder hadden, is dat er heel veel aandacht was voor de implementatie van publiek-private samenwerkingsconstructies. Maar met de komst van het ideoloog is eigenlijk die hele publiek-private samenwerking van de agenda verdwenen. Ziet de Rijksoverheid daar geen brood meer in? Daarvoor is nodig een volwassen inbreng aan twee kanten. Ik denk dat het daar gewoon nog even wat te vroeg voor is, maar in de volle breedte over te praten. Om vervolgens het in voorbeelden op te pakken, is wel een goede aanpak. Wat bedoelt u met een volwassen inbreng van beide twee kanten? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat ik bedoel aan te geven is dat je, als je publiek-privaat gaat samenwerken, op de manier waarop het daar bedoeld is, dat je dan aan allebei de kanten je zaken op orde moet hebben. En er wordt natuurlijk al ontzettend veel publiek-privaat samengewerkt, alleen niet in de vorm van nieuwe rechtsvormen die je met elkaar deelt. Dus ik denk dat we veel verder moeten doorwerken met de bestaande vormen, waarbij er toch nog meer sprake is van die klant-leverancierverhouding voordat je toe bent aan het aangaan van nieuwe rechtsvormen met elkaar. Maar wat heeft dan in die publiek-private samenwerkingsconstructie, wat heeft de overheid dan niet op orde? En wat hebben bedrijven niet op orde? Dat is dezelfde kloof die ik net noemde. Je moet dan vanuit hetzelfde perspectief kunnen kijken naar de problematiek. Is dat kennis? Dat is. Is het inzicht in de techniek? Ik denk dat het een combinatie is van bestuurlijk organisatorisch gevoel, technische kennis, de materie kennen. Alles wat met grote projecten te maken heeft in feite. Dus PPS-constructies samen kunnen niet, omdat men van tevoren eigenlijk niet weet wat men moet gaan doen en wat men daarvoor nodig heeft. PPS-constructies zijn voor ons nu niet, sorry, waren voor ons in die periode toen niet prioriteit nummer 1. Maar waarom is het dan zo bijvoorbeeld dat Rijkswaterstaat wel actief met PPS-constructies werkt? Omdat Rijkswaterstaat een tak van sport is waar we heel veel van leren. En grappig kijken we daar ook heel erg naar. Omdat daar natuurlijk al veel lange ervaring op is gedaan met hoe gaan we nou om met grote projecten? Wat is regie? Hoe geef je de regie vorm? Hoe werk je samen met dat bedrijfsleven? Dat is een veel volwassen omgeving. Ook als projectmanagement hebben we erg veel afgekeken van wat Rijkswaterstaat daarvan geleerd heeft. Maar de eerste ICT-projecten begonnen bijvoorbeeld bij landbouw al in 1988. Ja. Dus hoe lang moet de overheid leren voordat ze het dus wel kunnen? Hoe lang moet de overheid en bedrijfsleven samen leren, zou ik dat graag willen maken. Maar samen leren? Nou, ik leg graag de twee kanten neer. Het is het bedrijfsleven en het is de overheid. Ja, maar ieder moet natuurlijk de eigen zaken leren. Of moeten ze samen. Ik bedoel, de heer Matthijs had een mooi inzicht in de zin dat hij zei van het bedrijfsleven is de vos en de overheid is de kippen. Hoe ziet u dat dan? Ja, ik vind dat een eenzijdig beeld. Ik denk dat overheid en bedrijfsleven elkaar heel erg hard nodig hebben. Ik denk dat het bedrijfsleven, zeker het ICT-bedrijfsleven in dit geval, de mensen heeft, de kennis en de ervaring. En je ziet gewoon, als je een paar jaar vooruit kijkt, zie je dat we met elkaar naar een schaarste gaan op die ICT-kennis. We hebben elkaar dus verschrikkelijk hard nodig. En dat betekent, en de overheid is voor het bedrijfsleven een hele belangrijke markt. Is gewoon ook een grote markt, een interessante markt. En dat betekent dat die volwassenheid aan twee kanten, dat vos- en kipverhaal dus gewoon eigenlijk tot het verleden moeten doen behoren. Je hebt gedeelde belangen. In de zin van, je kunt elkaar enorm versterken maken.
Maar u zegt dat het vos- en kipverhaal tot het verleden moet gaan behoren. We hebben het net al even gehad over hoe lang projecten al aan de gang zijn. Hoe lang moet het inderdaad dan nog duren? En dan kijk ik wel sec naar de kant van de overheid. Wanneer leert de overheid dan eindelijk? Ja, ik vind die stelling, daar kan ik niet zo goed mee uit de voeten. Wanneer leert de overheid? Ik probeer juist aan te geven dat we ontzettend veel geleerd hebben. En dat hangt dan niet toevallig samen met de periode dat ik daar gewerkt heb. Dat zijn de opdrachten die die zijn op basis van die rekenkamerrapporten zijn meegegeven. En die hebben enorm geholpen. Zijn we er? Nee. Moeten we nog heel veel doen? Ja. Zijn we langzamerhand op een niveau terechtgekomen waarmee we ons kunnen meten met onze omgeving, dan zeg ik ja. Dus in die zin is ook die verbinding met dat bedrijfsleven, die ligt wel heel dichtbij. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat als het, ook al leert men gaandeweg, als het allemaal goed was, dus ook een rapport van de Rekenkamer, en dan zaten wij nu hier natuurlijk niet. Dat er nu weer ook een Kamercommissie over dit onderwerp is ingesteld, wil natuurlijk wel iets zeggen. En dan kunnen we al misschien bij voorbaat zeggen dat het niet allemaal koek en ei is. En in die zin, dus wanneer leert de overheid? Want eigenlijk hadden wij, na alles wat er al gezegd is over ICT, toch feitelijk overbodig moeten zijn. Ik denk dat de Rijksoverheid, want daar wil ik graag over praten, dat die behoorlijk geleerd heeft. Ik zou zeggen een 6-. En deze commissie heeft in mijn beleving is heel erg goed getimed, omdat het in ieder geval voorkomt dat we terugzakken. Want nogmaals, niet alleen geld is schaars, maar ook deskundigheid is schaars. Ik denk dat er best gewoon zorgen mogen zijn over kwaliteitsniveaus, omdat er de afgelopen tijd heel weinig nieuwe mensen binnen zijn gekomen. Dus er moet gewoon echt weer een impuls worden gegeven. Dus voorkomen dat we terugzakken is uitermate belangrijk en een paar stappen vooruit zetten. Maar tegelijkertijd zeg ik, die overheid, die Rijksoverheid, die doet het zo slecht nog niet. Van de week stond er ook een artikel van een professor in een blad. Die zei, joh, ik heb eens wat projecten op een rijtje gezet, want dat is mijn vak. Honderden projecten en ik heb daar de overheid in gevonden en die staat in de top 3. Als ik naar projecten kijk en dan gaat het om de kwaliteit van de software en het gaat om de omvang van de bedragen die omgaan. De Verenigde Naties vindt Nederland nummer 2 in de wereld als het gaat om elektronische dienstverlening. Dat hebben wij niet bedacht, dat heeft de Verenigde Naties bedacht. Dus dan doen we het zo rottig nog niet met z'n allen. En mijn hoop is dus echt dat deze commissie zegt van, jongens, we hebben dit allemaal gezien. We zien een aantal hele goede voorbeelden. We zien dat er nog een heleboel moet gebeuren. We zien dat ICT echt prominent op de agenda hoort. Want dat is natuurlijk wel winst, hè? Dat het nu zo prominent op de agenda staat. Dat is tijdens niet gebeurd. Jammer dat het in een bepaald daglicht staat. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer, dat daglicht is ook wel weer realiteit voor ons in zijn totaliteit. Dus dat is mijn gevoel bij deze commissie. U geeft de Rijksoverheid een 6-. Ja. Welk cijfer geeft u zelfstandige bestuursorganen zoals UWV en het DUO? Ja, daar heb ik formeel niks over te zeggen gehad. Dat was te gaan. Nee. Nou, dan zou ik ze wat beter moeten bekijken. Ik zie dat UWV voor een ongelooflijke opgave staat. Ook, en ik zie dat DUO ook voor een aardige klus staat. Ik vind DUO wel een heel mooi voorbeeld van hoe dingen kunnen lopen. En UWV is in wezen is natuurlijk een internetbedrijf aan het worden, langzamerhand. Dat is ongelooflijk wat daar voor een omslag gaande is. U was als CEO Rijk natuurlijk verantwoordelijk voor de andere CEO's. En binnen de ministeries is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor het functioneren van zelfstandige bestuursorganen. Heeft u nooit tijdens uw functie als CEO Rijk het gehad over de projecten van de zelfstandige bestuursorganen? Want u zegt nu dat u er geen zicht op heeft. Nee. Ik zei dat ik er geen bemoeienis mee heb. Dat ik geen formele relatie mee heb. Wij rapporteren in onze jaarrapportage ook over de projecten die bij de ZBO's vorm krijgen. Dat is weliswaar een afspraak die we gemaakt hebben met elkaar. En we hebben, en dat is in de laatste periode van mijn verblijf in Binnenlandse Zaken geweest, ook gezorgd dat bijvoorbeeld de CIO's van
van DUO en van UWV ook bij dat CAO-overleg zijn aangeschoven om daarmee ook die kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen. Maar dat hebben we op eigen gezag gedaan. Maar u heeft er geen bemoeienis mee, maar wel zicht op. Maar u kunt geen eindconclusie geven over hoe u de gang van zaken van het ICT bij de ZBO's beoordeelt. Maar wel voor de Rijksoverheid. Dat is juist. De heer Van Meenen had nog een aanvullende vraag. Ja, ik wil even terug naar het feit dat u zegt van eigenlijk moeten het bedrijfsleven en de overheid allebei leren en ze moeten op zoek naar hun gezamenlijke belang. Er zijn ook mensen die zeggen dat dat gezamenlijk belang juist zit in het falen van projecten. Daar blijf ik nu maar even buiten. Ja. Mag er best op reageren. Wij als parlementaire commissie hebben natuurlijk vooral invloed, tenminste hopen we te hebben, op datgene wat de overheid kan doen. En nu toch even terug naar die vergelijking van die vos en die kippen. Die kunnen allebei goed elkaar leren en heel goed begrijpen wat hun wederzijdse doelstellingen zijn. En dan is het toch nog een ongemakkelijke situatie als er niet iemand is die dat beheert en die ingrijpt. Hoe kijkt u daarnaar? Net is het beeld geschetst door de heer Matthijssen van een boer die toeziet op een goede gang van zaken. Wie zou dat moeten zijn? Heb ik ook aan hem gevraagd. Bent u het überhaupt eens met dat beeld? Of zegt u nou, als we het nou een beetje goed organiseren tussen die vos en die kippen, dan komt het vanzelf goed. Dan gaan ze elkaar goed begrijpen en dan gaat dat samen tot hele mooie dingen leiden. Wat is het juiste beeld van die twee? Ja, ik ben niet zo goed in kippen, moet ik eerlijk zeggen. Vossen ook minder. Boerderij gaat nog net, maar... Ik heb daar eigenlijk een hele simpele opvatting over. Neem bijvoorbeeld nou het consolideren van onze werkplekken. Iedere Rijksambtenaar heeft een digitale werkomgeving, want die moet zijn werk kunnen doen. Vroeger deed iedereen dat voor zichzelf, dat doen we nu gewoon op één manier. Dat betekent dat we nu een bedrijf hebben neergezet dat die werkplekken regelt voor alle Rijksambtenaren. Dat bedrijf weet dus heel goed hoe die werkplek in elkaar moet zitten en wat er allemaal voor nodig is. Is ook in staat om de kosten van die werkplek netjes af te zetten tegen vergelijkbare bedrijven. Om te zorgen dat we in ieder geval aan de onderkant komen te zitten. Dat bedrijf is prima in staat om met een externe partij afspraken te maken over hoe kan ik nou met jou een deal sluiten dat jij dit werk voor mij nog goedkoper kunt maken. Omdat die prima in staat is om dat vervolgens ook aan te sturen. Dat vind ik een volwassen organisatie. En dat betekent... Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar het valt me op dat telkens de voorbeelden die u geeft van succesvolle dingen, gaat allemaal over interne bedrijfsvoering. Dat gaat niet over de dingen die wij bijvoorbeeld onderzocht hebben. Hè. Grote projecten met een maatschappelijk belang. Nee, maar kunt u ook een voorbeeld uit die sfeer geven waar het allemaal wat aansluit op mijn vraag? Maar ik geef dit voorbeeld omdat het aangeeft waar het in mijn beleving om draait. En het draait erom dat je zelf in staat moet zijn, dat je moet precies snappen wat je wil hebben om het vervolgens ook door de markt te kunnen laten doen. En dat, als je de parallel dan trekt met de discussies die eerder zijn gevoerd, dan betekent dat dus dat je aan de voorkant heel goed moet weten wat je van je opdrachtnemer, van dat ICT-bedrijf, verwacht. Dat je vervolgens de besturing daarop goed hebt ingeregeld en dat je ook de bijsturing kent. Bent u het met mij eens dat het daar nu precies ook misgaat in heel veel situaties? Hè? Dat er niet goed nagedacht wordt, dat er begonnen wordt met een afspraak over een fixed price die na enige maanden al omgezet wordt in uurtje factuurtje. Dat er een zeker aan de kant van bepaalde leveranciers een belang kan zijn en soms ook wellicht aan de kant van de overheid om dat dan ook maar door te zetten, om niet te luisteren naar adviezen die ondertussen gegeven worden om ermee te stoppen. Is dat een beeld wat u herkent? Want dat is wel een beeld wat zich erg opdringt tot nu toe uit de gesprekken. Dat is allemaal niet wat ik herken. Nee, ik heb ook gezegd, al die beelden herken ik. Alleen het valt mij ook op dat veel projecten al langer lopen. Het gaat vaak om en mijn stelling is dat wij het runnen van het project langzaam maar zeker onder de knie krijgen. Daar vinden we elkaar. Waar het probleem zit, is in het voortraject. Daar is nog heel veel verbetering te halen. Het traject van, de voorbeelden die ik noem zijn, ik geloof dat u het vanmorgen ook zelf zei, op een gegeven moment moet die wet op 1 januari in werking treden. En dan ontstaat er een behoorlijke druk op het realiseren van het project wat daaronder ligt.
hoe de haalbaarheidstoetsen. Gewoon daar toch meer aandacht aan besteden. De business case die altijd bedoeld was om te herhalen, maar blijkbaar in de praktijk doen we dat te weinig. Dat punt onderstreep ik trouwens wel. Hè. Daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Allemaal onderwerpen die aan die voorkant zitten, waardoor het bezint eer gij begint. Dat was een beetje, denk ik, de kernzin. Daar is volgens mij heel veel winst te halen. Maar dat volgens... Maar, sorry, helder. Kunt u dan een voorbeeld geven van wat dan in de afgelopen jaren in de kiem gesmoord is? Een project waarvan we dachten van, god, dat gaan we doen. En toen bleek, omdat we dat geleerd hadden, goed nadenken, dat is toch niet haalbaar. Dus we gaan het niet doen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja. Ja, ik moet dan bij mijn eigen projecten blijven. Want? Omdat de... Ze waren toch allemaal van u eigenlijk? Wat zegt u? Alle projecten waren toch nee, dat is een misvatting. Oh. Nee? Nou ja, die discussie ga ik nou niet voeren. Nee, het is wel wezenlijk, want de opdracht... Kijk, dat is zoals het stelsel werkt, en daar had u het net ook even over toen het ging over die doorzettingsmacht. De verantwoordelijkheidsverdeling is gewoon dat iedere vakminister verantwoordelijk is voor zijn eigen projecten. Ja. Dus maar even iets. U wordt als CIO geïnformeerd over projecten die op de ministeries lopen. Het zijn weliswaar niet de projecten die u zelf persoonlijk runt. Maar u bent geïnformeerd over al die projecten. Ja. En ik vraag u naar een voorbeeld van een project wat begon op een ministerie. Een plan, misschien wel hier in de Kamer ontstaan. En waarvan toen gezegd is, nou, we hebben geleerd dat we goed naar het begin moeten kijken. En toen hebben we met elkaar bepaald, dit gaat niet door. Dat gaan we niet doen. Nou, ik kan een voorbeeld geven wat daar misschien een beetje bij in de buurt komt. Sociale Zaken bespreekt alle projecten boven de 50.000 euro met de CIO. 40% van de voorstellen passeert het CIO-office niet. Dus het gaat niet door. Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Een goed voorbeeld van een positieve ontwikkeling, ja. Begrijp ik. Nou, u vroeg naar stoppen. Ja. Prima. Maar dat is dus nog lang geen gemeengoed. Mijn stelling was ook dat met name dat voortraject de verdere verbetering moet opleveren. En ik ook eigenlijk hoop dat de commissie met een aantal aanbevelingen in die richting komt. En dan is de vraag van de heer Van Meenen, waarom is dat dan in de afgelopen 5 jaar niet gebeurd? Dat veel vaker, net als bij sociale zaken, al dan niet met inzet door de Rijks-CIO... dit soort dingen overal gemeengoed is geworden. Namelijk boven dat en dat bedrag. Goed nog eens even bezint eer je begint. En al die prachtige Engelse termen die erbij bedacht zijn. Ja. Ik weet niet wat bezint eer je begint in het Engels is. Maar, ik weet de exacte cijfers van sociale zaken, omdat ik die toevallig pas gehoord heb. En ik weet dat het ook op veel meer plekken gebeurt, maar ik heb daar de exacte gegevens niet van. De vraag is waarom dat dan niet op veel meer departementen gebeurt. Tijdig aan de bel trekken, al dan niet gehoord het advies van de CIO, wat die was. Nee, maar ik stel dat dat op meer departementen gebeurt, maar ik heb de exacte gegevens daarvan niet. Mevrouw Fokker. Ja, ik wil ook graag met u, hè. U zegt zelf ook al over dingen, ja, in het voortraject kan er wellicht nog een en ander verbeterd worden. Ik wil graag over met u naar het handboek. Portfolio Management Rijk. Voor zover wij ook hebben begrepen, is dat eigenlijk helemaal geen handboek, maar gewoon een verzameling afspraken over de eisen aan projectplannen, jaarrapportages, etc. Dus ja, als je eigenlijk daarnaar kijkt, zou je kunnen zeggen van ja, het portfoliobeheer is gewoon van onvoldoende kwaliteit. Ja, waarom heeft de Rijksoverheid, hè, u heeft het ook over het voortraject is gewoon heel erg belangrijk. Ja, waarom heeft de Rijksoverheid dan ja, voor hè, goed portfoliobeheer zo weinig aandacht? Ik vind dat de Rijksoverheid juist voor het portfoliobeheer veel aandacht heeft. En inderdaad, het woord handboek is een wat groot woord. Maar dat we nou eens al die afspraken netjes op een rijtje hebben gezet op een ordentelijke manier heeft erg geholpen. Maakt het ook mogelijk voor de ordendienst om... jaarlijks te kijken naar zijn al die afspraken ook nagekomen en daar ook over te rapporteren en vervolgens te komen met verdere verbeteringen. Het wordt ook onderhouden, hè, want er worden natuurlijk regelmatig tussentijds nog wat aanvullende afspraken gemaakt.
Dus in die zin is het een, heeft het er juist toe geleid dat het mogelijk wordt om iedere 3 maanden op de bestuurstafel de projecten van dat departement te bespreken met de bestuursraad, dus met de top van de organisatie. Dus portfolio is juist iets wat de afgelopen tijd veel beter is geworden. Maar het klopt dus niet dat eigenlijk door gebrek aan portfoliobeheer eigenlijk heel veel ICT-projecten falen? Nee, ik denk niet dat een... Nee, dat is niet zo. Waar de winst te halen is, wederom, is dat portfolio management per departement... En dan gaan we misschien terug naar het voorbeeld waarmee het gesprek geopend werd. Dat is niet genoeg. Je moet het eigenlijk ook over de departementen heen doen. Want dan kun je zien, wat speelt er nou over de volle breedte? Waar liggen misschien dubbeltellingen? Ook daar is verbetering te halen. Dus daar is winst te boeken. Dus verbetering te halen, winst te boeken. Maar ik vind het toch een beetje vreemd als een handboek portfoliobeheer eigenlijk geen handboek is, maar wij gewoon afspraken daarin opschrijven met elkaar. Ik bedoel, dan noem je het gewoon een afsprakenboek. Dus ja, hoe moet ik dat nou zien? Hè? Want u zegt ook zelf, in het voortrekt kan een en ander verbeterd worden. Ja. Maar hoe gaan we dat dan effectief doen? Want bijvoorbeeld ook, er wordt gesteld, hè, dat de range rules... ook in dat handboek zouden voorkomen. Nou, range rules is niks anders dan gezond verstand. Mm-hmm. Maar als ik daar dan even doorheen ga vlooien door dat handboek... dan zie ik van de range rules, en het zijn er toch meer dan 2... zie ik 2 regels van het gezond verstand terugkomen. En waar is dan de rest van het gezond verstand in het handboek? Nou, het woord handboek, dan denk ik terug aan boeken die ik... toen ik op school zat, kreeg. En in die zin, daar hoort het niet bij. En ik vind die prima om het de afspraakset te noemen. Maar ik vind het ook goed. Maar ik heb alleen de naam niet verzonnen. Nee. Ik wil er graag een en ander over weten. Ja. Ik stel voor dat het handboek wordt genoemd en dat het gewoon iets heel anders is. En dan denk ik, waarom houden we elkaar met z'n allen altijd zo voor de gek? Als het niet is wat het is, zeg dan gewoon een ei is een ei en een kip is een kip. En als het geen handboek is, ja, waarom noemt het Rijk het dan wel handboek? Nou, misschien had het een handsamenboek moeten zijn. Het is bedoeld om al die afspraken die we hadden netjes op een rijtje te zetten. Wordt vrij precies gebruikt, wordt vrij precies onderhouden en het werkt. En daar gaat het wat mij betreft toch echt om. Die afspraken werken en hoe zit het dan vervolgens met het portfoliobeheer? Heeft de overheid dat op dit moment op orde? Ja of nee? Ieder departement heeft dat op orde. En is het daarmee ook rijksbreed? Hè? Want u ging als Rijks-CIO, keek u rijksbreed. Is het daarmee ook rijksbreed op orde? Rijksbreed moeten we nog stappen zetten. Maar hoe kan het dan dat de Algemene Rekenkamer in 2013 concludeert, en ik citeer, dat projectportfolio management nog niet overal een volwassen instrument is? Dat is 2013, onderzoek is gedaan in het grootste deel in 2012. We hebben natuurlijk ondertussen weer verdere stappen gezet. En kijk, op orde, perfect. En de rekenkamer die daar het woordje volwassen aan verbindt, dat zijn nog verschillende dingen, denk ik. De geboekte vooruitgang is significant en natuurlijk kan het altijd beter. Als ik dan even terug mag, u gaf net een cijfer, hè? Ik hoorde 6-. Ja. Zou de overheid dan ook voor... De Rijksoverheid. De Rijksoverheid voor portfoliobeheer een 6- moeten krijgen? Op departementaal niveau denk ik dat die 6- past. Op rijksniveau zou ik het een 4 willen geven. En hoe gaan we dan aan die 4 wat doen? Want volgende stap, combineren. En de volgende stappen, wat houden die in? Ik wil gewoon graag wat concreter worden, want zo blijft het wel heel erg hangen in volgende stappen en we moeten verbeteren en... Ik hou toch wel ook van de knikkers. Wat betekent dat dan? Nou ja, goed, de knikkers. Kijk, de knikkers zijn in mijn beleving dat we de kritiek van 2008 behoorlijk hebben opgepakt. Daar flinke verbetering hebben bereikt. Maar nog lang niet, hè, nog lang niet op het niveau zijn waar we zouden willen zijn. Volgende stappen betekent dat als je het voor elkaar hebt op het niveau van het departement waar dat 4, 5 jaar geleden gewoon helemaal niet aan de orde was, heb je een enorme vooruitgang geboekt. Nou, dan zeg je voor, oké, jongens, wat gaan we nou doen? Nou, ga eens kijken of we al dat goede werk kunnen combineren op het niveau van de Rijksoverheid. En dat noem ik dus een hele belangrijke volgende stap. En dat vind ik ook wel echt een ei. Even sorry hoor, dat ik zo kritisch ben af en toe. Maar dat rapport van de Rekenkamer, dat is van 6 jaar terug.
Nee, u bent net gerefereerd aan er is een soort evaluatie gedaan van wat is nou terechtgekomen van alle maatregelen. In 2013 is dat rapport gepresenteerd en daar is met name Gateway heel erg geprezen en een aantal andere dingen zijn, alles is onderweg, maar op alle punten moeten we nog volgen en moeten we door. Dat klopt. Mevrouw Volker. Ja, ik wou nog wel even inderdaad ook terug met u naar die range rules. Want als wij daar naar kijken, zien we eigenlijk maar twee regels van het gezond verstand terugkomen. Zijn die range rules nou wel of niet verwerkt in, laat ik dan even het boek met de afspraken noemen. En hoe werkt dat dan in de praktijk? In de praktijk, de range rules was een mooie inspiratiebron. Omdat het ook, die acht regels, het ziet er gewoon lekker strak uit. We hebben in Amerika natuurlijk gekeken wat kunnen we daarvan gebruiken. We hebben ze vervolgens afgezet tegen de situatie en wat kunnen we daarvan gebruiken. En in mijn beleving hebben we een heleboel van, laten we zeggen, het gedachtegoed opgenomen in het afsprakenboek. En sommige dingen die hebben we gewoon moeten bijstellen, omdat het anders werkt. Ik kan het nog wel even precies aan u teruggeven, maar daar moet ik even nog wat werk voor doen. Als u wil weten hoe die vertaalt. Ik heb zelfs een vertaaltabel daarvan. Ik wil op een aantal punten nog ingaan op het opdrachtgeverschap van de overheid. We hebben het zo net over de relatie tussen ICT-leverancier en de overheid gehad. Maar nog iets inzoomen op het opdrachtgeverschap van de overheid. Want u zei, en dat is interessant, u zei dat er wel problemen zijn met het kwaliteitsniveau op dit moment. Hoe verklaart u dat? Nou, er zijn kwaliteitsproblemen aan het aankomen. Er is natuurlijk ongelooflijk bespaard de afgelopen jaren. En dus formatief ook. We zijn kleiner geworden met z'n allen. De overheid wordt zo ongeveer gemiddeld een jaartje ouder per jaar. En dan is het vervolgens zijn we bezig met. We zijn consolidatieslagen aan het doorvoeren. We hadden 50 ICT-bedrijven, dat moet er nog 10 worden. Dat betekent dat je grotere bedrijven krijgt waar ook kwaliteitseisen worden gesteld aan het management. En wat je ziet is dat de spoeling gewoon dunner wordt. Dat we toch wel behoefte hebben aan nieuw bloed, aan nieuwe sterren binnen die Rijksoverheid. U zegt, er komt een probleem aan. Als ik een aantal andere sprekers heb gehoord afgelopen dagen, is het bijvoorbeeld professor Verhoef. Die zegt, de kennis bij de overheid is er nooit geweest. Als het gaat om mevrouw Wildvank, die was natuurlijk ook heel erg kritisch. Meneer Meijer gaf ook aan van je hebt topspelers nodig en die ontbreken nu bij de overheid. Hoe kan het beeld van u zo verschillen met mensen die met de overheid werken of zoals de professor de overheid adviseren? Ja, er werd ook gezegd van we hebben geen goede projectmanagers. En we hebben een behoorlijke kwaliteitsniveau gedefinieerd. We hebben er toch een 90 gevonden binnen die Rijksoverheid. Echt goede mensen die bij wijze van spreken zo de markt in zouden kunnen. Wat we natuurlijk liever niet hebben. Op het moment dat je al die bedrijven gaat, dat je ICT-afdeling en bedrijven gaat samenvoegen, kom je natuurlijk ook weer het talent tegen. Er zit echt heel goed. Er zitten hele goede mensen bij die Rijksoverheid. Maar de vraag is of het er genoeg zijn. En de vraag is of we de opgave van de komende periode aan kunnen. Zeker gegeven het feit dat er weinig mensen zijn binnengekomen. Als u die vraag zelf beantwoordt, want u stelt hem nu zelf. Ja. De vraag is of wij genoeg goede deskundige mensen bij de overheid hebben zitten. Als u hem zelf beantwoordt, welk antwoord geeft u dan? Ik denk dat versterking welkom is. U wilt betere ICT-kennis binnen de overheid. Die is dus nu niet voldoende aanwezig. Ik wil dus absoluut gezegd hebben, en dat meen ik echt van harte, dat er een heleboel hele goede mensen zitten, maar dat gegeven het groeiende belang van ICT binnen de Rijksoverheid, het echt nodig is dat er nieuwe mensen bijkomen. Als we kijken naar het bijhuren van mensen met kennis, dan is op de eerste hoorzittingsdag ook een aantal keren naar voren gekomen dat de overheid eigenlijk te vaak kennis moet inhuren. En daarvan maakt de overheid zich ook te veel afhankelijk van derden. Wat is uw mening daarover? We hebben dus die 80, 90 goede projectleiders bij elkaar gehad, juist om afhankelijkheid op cruciale plekken in grote projecten te verkleinen. Die stap is gezet. Dan heb je natuurlijk ook nog experts. Gewoon mensen die heel goed zijn op een bepaald vakgebied. Waarvan je moet afvragen, wil je die
consequent in dienst hebben? Of wil je die alleen maar inhuren op het moment dat ze nodig zijn? Ik heb bijvoorbeeld een gateway review gedaan rondom een telecom aanbesteding. En dan wil je wel gewoon hele diepgaande telecomkennis in huis hebben. Aan boord hebben. Nou, die heb je dan niet in eigen huis, dus dan huur je die in. Dat zijn de specialismen. Dus twee soorten antwoorden. Eén is van, ik ben absoluut een tegenstander van het afhankelijk zijn van externen op cruciale plekken. Op het moment dat je die op een goede manier bezet, dan kun je best experts inhuren. Of kennis die je tijdelijk aanvullend nodig hebt. Mevrouw Fokker. Ja, ik wilde graag met u naar het ICT-dashboard. Ja, u begint al te lachen. Dat is zo'n dashboard dat altijd op groen staat. Ja. Ik vraag me af hoe dat dan inderdaad naar de buitenwereld functioneert. Hè? Je kijkt naar iets en een dashboard staat altijd op groen. En groen betekent volgens mij dat er helemaal niks aan de hand is. Wat heb je eigenlijk op dit moment aan het ICT-dashboard als dat altijd allemaal op groen staat? Ja, deze had ik natuurlijk kunnen verwachten. Waarom? Nou, omdat het is uw dashboard. Ja, u heeft het zo bedacht. Ja, dat klopt. We hebben het net zoals de Range Rules hebben we dat ook, laten we zeggen, gevonden op een plek waarvan we dachten, hey, dit is mooi. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook nog steeds blij dat het er is. Nog even ter verduidelijking, de groene lampjes. Projecten horen op groen te staan. Als ze op rood staan, dan moet er namelijk wat gebeuren. En op oranje moet er ook wat gebeuren. Alleen, het staat er nu wel een beetje onhandig. Het is heel groot groen. En dat is qua layout niet echt handig. In het dashboard staat ook, wel degelijk, alleen dan moet je wat dieper graven, dat er ooit een beginstand geweest is. En dat er op verschillende momenten in het project herijkt wordt. En die herijking leidt dan tot een bijstelling van het budget of een bijstelling van de tijd. Dat kan naar boven en dat kan naar beneden. En inderdaad, dat is meestal naar boven. Het is niet zo dat de programmamanager zelf kan besluiten, laat ik dat maar eens even gaan herijken. Daar hoort een besluit bij. Dat besluit hoort genomen te worden door het bevoerder gezag. In sommige gevallen is dat ook zelfs het politieke niveau. Die verantwoording vindt dus gewoon plaats in datzelfde dashboard. De winst ervan is dat, kijk, in jaar 1 en jaar 2 is het nog niet zo spannend, maar nu we langzamerhand na 4, 5 jaar informatie komen, kun je er ook wat mee gaan doen. Dus heb ik meneer Verhoef gevraagd van, goh, kijk nou eens of wij nou beter worden in het schatten van die projecten. Kun je daar iets mee doen? Daar heeft hij naar gekeken. Nou, daar geeft hij dan wel op terug en dan kunnen we vervolgens weer wat mee. Je ziet dat er langzamerhand een soort van dossiervorming plaatsvindt rondom projecten. Waar we dus regelmatig ook even op terugkijken om te kijken wat leren we daar vervolgens weer van. Maar is het niet zo, want u vertelt een heel verhaal bij het dashboard. En ik denk bijna wel dat het verhaal wat erbij verteld wordt interessanter is dan wat je op het dashboard ziet. Dat is waar. Dat werkt dan toch zo niet naar buiten toe? Nou, kijk, als ik nog zou zitten waar ik zat, dan zou ik inderdaad heel graag heel snel met het dashboard aan de gang gaan. Juist omdat het zo rijk begint te worden aan informatie. Maar de verbeelding van die informatie, die is wat misleidend. Want ik heb ook begrepen, het wordt gerestyled kennelijk. Dat heb ik ook gehoord, ja. Dat is heel goed, dan hebben we hetzelfde gehoord. Wat gaat er dan gebeuren en zou dat er in praktijk wel toe kunnen leiden dat dashboard misschien toch ook wel eens een keer op een ander kleurtje staat dan alleen maar op groen? Ja, nogmaals, het zou dus eigenlijk maar kort op een ander kleurtje mogen staan. De vraag is wie dan met die kleurtjes moet blijven werken. Dat is want er zitten ook, ik weet niet of u die heeft kunnen bekijken, ook grafiekjes in die heel duidelijk laten zien wat er met projecten gebeurt. En misschien is dat wel een veel betere eerste verbeelding van het project. En die grafiekjes verwijzen ook weer door naar de knikken in de grafiek, waardoor je op de knik precies kunt zien welk besluit ligt hier aan ten grondslag. Dus de informatierijkdom wordt alleen maar groter naarmate de jaren vorderen. Dus de beleving was om dan, dit heeft te maken met transparantie, laat dan maar zien wat er gebeurt. En ik denk dat die restyling uitermate wenselijk is. Oké, dus dat gaat gebeuren en dat zou zomaar toe kunnen leiden dat het er heel anders uit komt te zien dan het er nu uitziet. Ik kan daar natuurlijk niks over nee, toezeggen, maar ik hoop dat gaat gebeuren. Ja. Oké. Mag ik daar nog één ding over vragen? Gewoon omdat ik kan er met mijn verstand niet bij. U legt uit dat het dashboard zo functioneert dat iedere keer wanneer een laatste stukje verbeterd is, er een kleurtje aan wordt gehangen. En dus is het logisch, dat snap ik wel op zich, dat alles op groen komt te staan. Maar het was ooit bedoeld als een instrument om de Tweede Kamer op een bepaalde manier te laten zien waar zijn we met die projecten mee bezig. Als nou alles op groen staat, al jarenlang,
dan moet er toch iemand zijn, en ik zou denken dat u dat zou moeten zijn, die bedenkt, ja, maar wacht eens even, dit instrument werkt op deze manier niet. Laten we dat eens even aanpassen. Daar hoeven we toch niet 5 jaar op wachten? Ja, het is natuurlijk nog geen 5 jaar onderweg. En die aanpassing gaat eerder kunnen komen. Ik heb mijn prioriteiten op andere plekken gelegd. Dat klopt. Klopt het dat er eigenlijk maar één moment in het jaar is dat dashboard echt ook weer levendig wordt? En dat is op het moment net voordat het overzicht naar de Tweede Kamer moet? Dat is het moment waarop er inderdaad echt veel dingen gebeuren. En verder is het bedoeld dat iedere verandering in een projectstatus ook leidt tot een aanpassing. En daar moet mijn opvolger nog wat achteraan jagen, omdat ook echt voor elkaar te krijgen. Heb ik ook geprobeerd in de vorige fase. Dus dan eigenlijk voordat het weer naar de Kamer gaat, wordt alles op alles gezet om alles weer op groen te zetten? Om de informatie weer in lijn te brengen met de realiteit van dat moment. Om de actuele, de actuele, dat heb ik net uitgelegd hoe dat komt. Maar u zegt ook dat er dan af en toe budget wordt bijgeplust en dergelijke, omdat het noodzakelijk is om een verandering te krijgen. Maar dat gebeurt dan niet? Nee, ik heb gezegd dat als er de constatering wordt gedaan, dat bijvoorbeeld omdat de Tweede Kamer een uitzondering wil op een bepaalde regeling, en dat leidt tot een vertraging in de planning en het leidt tot een verhoging van het budget, dat daar dan ook echt een besluit over moet worden genomen. Dat is een verandering in dat project. En dan zou je dat op dat moment ook moeten melden op dat dashboard. Tegelijkertijd met de melding aan de Tweede Kamer over dat verhaal. Als het om een project gaat waar de Tweede Kamer over geïnformeerd wil worden. Een heel ander punt is de omvang van de uitgaven aan ICT en de eventuele spilling. En op de eerste hoorzittingsdag hebben we hier de heer Mulder gehad, die inschatte dat de Nederlandse overheid 4 à 5 miljard aan ICT-projecten verspilt. Daarbij noemde hij de rapport van de Algemene Rekenkamer. Maar de Rekenkamer heeft zelf al aangegeven dat zij daar andere informatie voor heeft gebruikt. Hoe kijkt u tegen die schatting aan van 4 tot 5 miljard verspilling per jaar? Is dat een correcte inschatting? Dat is onzin. Waarom is het onzin? Dat heeft de Tweede Kamer, of dat heeft de Algemene Rekenkamer ook geschreven. Er is een uitgangspunt gekozen van de ICT-bestedingen van Nederland in zijn totaliteit. En niet alleen van de overheid. En daar is het vervolgens op doorgerekend. Zo net zat uw collega Matthijssen hier, die 30 jaar ervaring heeft bij de Rijksoverheid en daarbuiten op het gebied van ICT. Hij zei, er wordt ongeveer 10 miljard jaarlijks door de overheid uitgegeven. Hij zegt, ja, die cijfers kloppen ook niet, net zoals u. Maar hij zei, van dan kan je 5 miljard besparen. En hij zegt, als ik daar de rekensom op loslaat die ik op basis van mijn 30-jarige ervaring heb, dan kom ik eigenlijk op 1,3 miljard verspilling per jaar uit. Wat vindt u van zijn schatting? Nou, ik vind het woord verspilling vind ik gewoon eigenlijk misplaatst. Verspilling betekent weggooien, betekent willens en wetens verkwisten is. En het maken van fouten vind ik wat anders dan verspilling. Hij had het over 1,3 miljard aan mislukte projecten, laat ik het zo formuleren. Wat vindt u van die inschatting? Ik heb natuurlijk zelf ook gerekend. En als je kijkt naar de Rijksoverheid, dan kom ik uit op bedragen die de Rekenkamer ook noemt, in de buurt van die 2 miljard op jaarbasis. En dan heb je een portefeuille, een ICT-portefeuille, een projectenportefeuille van dit jaar 1,5 miljard voor over 2013. Dat zijn overigens meerjarige ramingen, dus die kun je niet tegen elkaar wegstrepen. Ik denk dat meneer Eilander nog wel wat vertelt over wat wij noemen de spendanalyse. Wat we nou gewoon meten, natuurlijk wat geven we uit aan ICT. En dat, ook dat zit in diezelfde bandbreedte. En hoe groot is het aandeel van de mislukte projecten in uw berekening? Ik heb daar geen getal bij. Omdat ik ook weiger te geloven in verspilling in dat opzicht. Ik had het daarom ook over mislukte projecten. Ja, dus u zei mislukte projecten toen ik zei dat. Nee, ik heb daar geen getal bij. Hoe kan het dat ik heb, u geen sorry, getal één op, heeft? Nou, ik, nee, dan even dan toch. Ik kijk nu terug op de afgelopen 5 jaar. Ik heb toch de projecten die in die periode gestart zijn.
En ik kan daar geen getal aan hangen. Ik kan alleen constateren dat daar, dat de wereld is waar ik graag naar wil kijken. Ja, ik wil ook heel graag altijd naar een wereld kijken, maar u heeft er 5 jaar gewerkt. Ja. U was de Rijks-CIO. Dan zou ik toch denken dat u bij uitstek degene bent die het over de afgelopen 5 jaar zou moeten weten, want u ging erover. Nee, ik ging er niet over. Ik moest ervoor zorgen dat het systeem werkt, dat er op een goede manier met projecten wordt omgegaan, dat we rapporteren, dat we maatregelen aanscherpen als ze niet goed genoeg zijn. En de vakministers gaan gewoon over hun eigen portfolio. Gaan over hun eigen projecten. Stond er nergens in uw functieomschrijving dat u ook zicht moest hebben op de financiën? Nee. En dus had u dat ook niet? Dat is geen dus. Dat is een kwestie van waar wil je aan werken? Ik heb gewerkt aan het netjes, ordentelijk inrichten van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dus financiën waren niet leidend. Maar u heeft het inderdaad over die vakministers. Hoe komt het dan dat de overheid haar financiën met betrekking tot ICT-projecten niet zodanig op orde heeft dat een dergelijke inschatting van mislukte projecten en de kosten daarvan wel mogelijk is? Nou, dan moet je definiëren wat mislukken is. En kijk, we hebben de kosten op orde met betrekking tot de afspraken die we gemaakt hebben. Rekening geven alle hardware, software, uitbesteed werk, alles dingen. Breng die in kaart, dat hebben we netjes in kaart. Waar de Rekenkamer een voorbehoud maakt, is de interne kosten. En dus de uren van ambtenaren. Nou, waar dat ICT-clubs betreft, hebben we die ook in kaart. Waar het gaat om de interne uren, laten we zeggen indirect daaromheen, hebben we die inderdaad niet op orde. En de vraag is of je dat op orde moet willen hebben. Want de vraag is, waar trek je vervolgens grenzen? De vraag is dus of je de financiën op orde moet hebben, zegt u. Nee, de vraag is of je alle indirecte interne kosten zodanig op orde wilt hebben dat je ze precies kunt toerekenen aan projecten. Maar als u formuleert de hele tijd, u haalt de hele tijd de Algemene Rekenkamer aan, in die zin van die zegt dat niet kan. Maar wat de Rekenkamer in 2008 concludeert, in de periode dat u net begonnen was. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat het financieel beheer van de onderzochte projecten niet ordelijk en controleerbaar is en mist een minimale set aan gegevens. Er is geen onderverdeling van kosten in kostensoorten. Zij zeggen eigenlijk, het is niet goed inzichtelijk wat de kosten van een project zijn. En wat heeft u dus afgelopen jaren gedaan om ervoor te zorgen dat dat kostenoverzicht er wel goed is? We hebben de Rekenkamer focust met name op die interne kosten. Want de rest van het verhaal is vrij aardig in kaart. Is mijn beeld bij het lezen van hetzelfde rapport. Wat is vrij aardig? Nee, sorry, is in kaart. Vrij aardig op orde. Nee, dat was even. U zei vrij aardig. Ja, is goed in kaart. Dus eigenlijk vanaf nu kunnen we bij alles, bij dat hele overzicht ICT dashboard, dat alle kosten die daar staan, die zijn correct. Komende periode zullen we geen afwijking zien ten opzichte van eerdere schattingen, want het is gewoon goed op orde op dit moment. Dat is iets anders. Kijk, het op orde hebben van je financiën is wat anders dan op een gegeven moment aanpassingen doen aan je budget. Dus ja, u mag rekenen op een goede beschrijving van die kosten, langs de lijn van de kosten die posten die we hebben afgesproken. Dus exclusief het interne stuk. Dat is helder. Die afspraak volgt wel een tijd. Als het gaat over het lukken en mislukken van het project, heeft de heer Mulder ook nog iets gezegd in de eerste hoorzitting. En hij zegt, nou, procentueel gezien zijn veel ICT-projecten mislukt, zo'n 70%. En hij doet dat op een database waar tienduizenden projecten in staan. Wanneer we alleen naar de grote ICT-projecten kijken, dan blijkt slechts 7% succesvol te zijn. Wat vindt u van die percentages? Ja. Daar kan ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee. Wat ik wel zie, is dat we er in ieder geval in slagen om projecten kleiner te maken. Als je kijkt naar de laatste stand van het dashboard, dan zitten er nog 2 echte grote jongens bij. Terwijl dat een paar jaar geleden gewoon nog 7 of 8 waren. Je ziet dat het aantal kleine projecten gewoon dus in omvang toeneemt. In relatie tot, dus de grote nemen af, de kleine nemen toe. Het totale aantal blijft ongeveer gelijk. Aan het begin van het gesprek gaf u ons het advies om te zeggen van u moet op een aantal dingen investeren. Op de business cases, op de aanbesteding en dergelijke.
De Algemene Rekenkamer heeft in 2012 ook gesteld dat een rijksbrede gestructureerde aanpak met betrekking tot business cases ontbreekt. Is die aanpak er alsnog gekomen? Het fenomeen business case is natuurlijk algemeen geaccepteerd. We hebben niet gezegd... Is die algemeen geaccepteerd of vindt u dat die noodzakelijk is? Die is absoluut niet. Maar goed, dat heb ik al gezegd. De business case is een onmiskenbaar onderdeel van ieder project. En we hanteren zo ongeveer als grootste gedachtegoed Prins 2 als aanpak. En daar is de business case aandachtspunt nummer 1. Overigens ook het onderhouden van de business case. Hè? De kern van die aanpak is dat de business case meebeweegt met het project. Stap 2 is, ga je nou ook iedereen voorschrijven om exact langs dezelfde lijntjes de business case te maken? Dat hebben we niet gedaan. Uw publiek collega, de heer Meijer, is net gepromoveerd op business cases. Hij heeft 4 knelpunten. Er is onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet. Er wordt te weinig geactualiseerd en gebruikt. Stakeholders worden onvoldoende betrokken en het ontbreekt ook nog een keer aan batenmanagement. Deelt u zijn conclusies? Over batenmanagement zeker. En de andere drie? Maar dan kijk ik, dit is ook weer, wat is je perspectief? Mijn perspectief is die vijf jaar. Dit is iemand die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan. Ik weet het. Die bij uw gewaardeerde organisatie werkt. Zeker, zeker. Maar nogmaals, het perspectief is even welke groep aan projecten pak je. En mijn referentiekader, dat zijn die projecten die we de afgelopen 5 jaar gestart hebben. En daar zijn stakeholders, zijn altijd, is een heel belangrijk onderwerp. Dus ik vind het moeilijk om daar een stelling over te poneren. Dan nog één tussenvraag voordat ik met u verder wil praten over de rol van de Tweede Kamer. Maar dat gaan we wel een beetje kort doen. Want u heeft we lopen al een beetje met het schema. Gaan we verder. U heeft gelijk, voorzitter, dus dat lijkt me ook heel goed. U zegt steeds de projecten die in 2005 gestart zijn. Maar het klopt toch ook dat u ook heel veel projecten bij betrokken bent geweest die voor 2005 gestart zijn? Hoeft alleen ja of nee te antwoorden. Ja, zeker, zeker. Als het gaat over de rol van de Tweede Kamer, wat is volgens u de rol die de Tweede Kamer zou moeten spelen bij ICT-projecten van de overheid? En hoe doet de Tweede Kamer dit momenteel? En dit is, we horen graag op welke manier wij onze rol ook kunnen verbeteren. En u bent geen ambtenaar meer, dus spreek vrij uit. Precies. ik heb dat eerder gezegd, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ik vind het prettig dat dit nu gebeurt. Ik vind het ook heel goed dat ICT nu erg op die bestuurstafel komt. Ik had het zelf erg prettig gevonden om ook een debat te hebben over de I-strategie. Ik moet eerlijk zeggen dat ook wel een moment van teleurstelling was, want dat was toch wel een voor ons in ieder geval een mijlpaal. En denk je, dan kunnen we. Dus die is eigenlijk gewoon geruisloos gepasseerd. Ik denk dat enorm zou helpen, en dan ga ik het over uitvoeringstoets hebben, maar dan niet de haalbaarheidstoets, als in discussies over nieuw beleid, waarbij ook gewoon een aantal zaken moeten worden veranderd, dat dan ICT ook wordt gewogen in de zin van, kan dit eigenlijk wel, wat we hier willen? Want er zijn 3 niveaus van planning. De infrastructuur leggen we aan voor een hele lange periode. Applicaties bouwen we voor ook niet heel kort. Terwijl beleid kan natuurlijk ontzettend snel wisselen. Die 3 tijdslijnen die passen lang niet altijd op elkaar. En als je daar ook, als je dat ook als onderliggend gedachtegoed meeneemt in die discussie, wordt de discussie denk ik een stuk makkelijker. En dan wordt het ook makkelijker voor ons als ambtelijke organisatie, maar voor om te zeggen, pas even op, dit is een groot risico. Want ik heb gewerkt 5 jaar in een omgeving waarin mensen toch heel erg graag dat willen doen wat de politiek van ze vraagt. Ook als dat af en toe niet kan. En dan wordt het in één keer wel heel erg, en daar zie je dan ook vaak die uitschieters komen. En zou dan vaker moeten gebeuren dat op het moment dat de Kamer iets vraagt dat niet kan, dat de bewindspersoon dan gewoon zegt van, we gaan het niet doen, want het is gewoon technisch niet mogelijk. Of risicoanalyse meegeven. Als u dit per se wilt, dan zijn dit mogelijk de consequenties, waardoor je toch die keuze kunt maken. Dat zou erg helpen. En verder denk ik dat het, als het om de rol van de Kamer,
juist omdat dit onderwerp raken wij de komende jaren niet kwijt. Dit gaat ons nog heel erg bezighouden de komende periode. Om dan af en toe toch te zeggen, we nemen even tijd om ons even te laten bijpraten. Misschien niet meteen weer in een parlementaire onderzoekscommissie, maar we halen een paar deskundigen bij elkaar die ons even bij, wat komt er op ons af? Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe verandert het allemaal? Waar hebben we rekening mee te houden? En ik snap ook wel dat die agendas zijn natuurlijk hartstikke vol, maar dit is een onderwerp wat, dit blijft. En nogmaals, makkelijker gaat het niet worden de komende jaren. Ik heb één vraag inderdaad van, ik vond het, u zegt eigenlijk op het laatste, zegt u van, laat u bijpraten als Kamer, bijvoorbeeld bij de start van de nieuw kabinet weer. Wij krijgen heel veel informatie als Kamer. Is er bepaalde informatie die we nu eigenlijk te veel krijgen? Dat is één. En twee is, welke informatie zouden we misschien wel moeten krijgen die we nu niet krijgen? Als het gaat om ICT. Oeh, dat is een hele moeilijke. Hey, ik heb zelf 3 maanden vrijgenomen omdat ik, u heeft er gesproken over topspelers. Nou, ik vind dat we met elkaar topsport bedrijven. En ik vond dat ik te weinig getraind heb de afgelopen tijd. Ik vond echt dat ik tijd moest hebben om weer bij te tanken. Dat heb ik gedaan en dat levert ontzettend veel nieuwe inzichten en ideeën op. Maar dan zie je ook wel, potverdorie, het is wel goed dat ik het gedaan heb. Maar ik weet nu pas weer wat ik gemist heb. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, wat zouden we eigenlijk moeten hebben? Maar alleen al tijd inruimen, 1 keer per jaar, om eens 2 uurtjes te praten over wat zijn er de nieuwe technologische ontwikkelingen? Wat zijn de dingen die doorzetten? Wat zijn de dingen die weer voorbij gaan? Dat zou al heel erg helpen. Dat is eigenlijk alleen maar een blokje tijd reserveren. We gaan nu even met aandacht naar kijken. Iemand nog? U belt. U heeft professor Verhoef erbij gehaald om naar het dashboard te kijken. Nu heeft professor Verhoef, die dus kennelijk door u ook wordt gewaardeerd, gezegd van, ik heb de kennis om onder de motorkap van ICT-projecten te kijken, bij de overheid gemist. Bent u het met hem eens? Natuurlijk ben ik het daarmee eens, want hij heeft dan die mensen niet gesproken. Ik heb hier natuurlijk naar gevraagd, van, wat bedoel je nou? Ja, het is een beetje uit zijn verband gerukt. Ik zei, volgens mij heb je het zo gezegd, want ik heb het zo op YouTube ook terug kunnen zien. Ja, maar ik bedoelde natuurlijk dat het ging om mensen die in hele grote, ingewikkelde projecten zitten, dat die niet, misschien, die heb ik nog niet ontmoet. Maar ik denk dat de kennis van Verhoef hebben wij niet aan boord. Dat kan ik u wel verzekeren. Kennis van? De kennis die Chris Verhoef heeft, hebben wij niet aan boord. En daarom is dat nou typisch een voorbeeld van een expert die we van tijd tot tijd even binnenhalen om te kijken, joh, help ons nou eens even hiermee. Hoe gaan we dit nou vervolgens oppakken? Maar hij heeft die mensen die de kennis hebben niet aangetroffen. U zegt, ze zijn er wel. Wij kennen professor Verhoef als iemand met een breed overzicht. Ja. Maar wie heeft er dan nu gelijk, u of Verhoef? Nou, misschien moet u dat nog een keer aan meneer Verhoef vragen, hoe hij het dan precies bedoeld heeft. Want hij zegt dat hij het anders bedoeld heeft dan het is overgekomen. We gaan afronden. Ik had nog 1 vraag. U zei net, ik vind het prettig, ik citeer u letterlijk, dat door uw commissie nu ICT op de bestuurstafel komt. Nou, dat vinden wij ook prettig, want we willen dat er iets verandert. Maar was dat niet ook iets wat u had moeten bewerkstelligen als CIO de afgelopen 5 jaar? Ja, ik bedoel misschien een wat andere bestuurstafel. Kijk, ik ben erin geslaagd om het in ieder geval op de bestuurstafel van alle departementen te krijgen. Op de politieke tafel is het nog een onderwerp wat van tijd tot tijd, meestal in een wat bijzondere setting, terugkomt. En ik hoop dat het regulier onderdeel wordt van het politieke debat. Maar help mij dan eens, hoe gaat dat dan in de praktijk? U werkt in het departement waar ook een minister zit, toch? Ja. Die is coördinerend zelfs. Mm-hmm. Is het dan onmogelijk voor u om daar binnen te lopen en te zeggen, luister eens, mag ik eens even dat uurtje reflectie waar u zelfs net zo van zei dat het zo nuttig is, mag ik dat even met u hebben? En deze 3 zeer prangende punten onder de politieke aandacht brengen, voordat ik weer verder ga met zo goed mogelijk die projecten te begeleiden en in te delen en de vooruitgang al daar te bewerkstelligen. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook. Ik heb alleen in 5 jaar tijd 5 verschillende bewindspersonen meegemaakt, met allemaal een andere, allemaal weer een andere voorkeur. En sommigen hadden erg veel affiniteit met het onderwerp en anderen een stuk minder. Kunt u daar namen bij noemen? Ja, ik kan 1 naam noemen. Minister Donner.
Dat is wel mooi om te vertellen, want die had natuurlijk niet echt heel veel met ICT, maar was wel een man die ongelooflijk knap ingreep toen het met DigiNota bijna misging. En toen die Rijksoverheid liet zien dat er in korte tijd toch ongelooflijk veel georganiseerd kon worden om dat drama af te wenden. Maar dus toen het water over de schoenen liep, werd hij ook politiek wakker? Toen hij er moest zijn, was hij er op een hele, hele bijzondere manier. U heeft niet zelf voor elkaar gekregen in ieder geval om bij al die 5 ministers, wat natuurlijk een complicerende factor is, dat begrijp ik, het ICT-probleem zoals wij het nu bespreken in termen, nou niet zozeer dan van verspilling, maar van in ieder geval tenminste genomen uit budgetloop en dat veel geld daarmee gemoeid is, tussen de oren van die diverse coördinerende bewindslieden te krijgen. Oh ja, zeker wel. Kijk, Guusje de Horst was natuurlijk de eerste. Nou, prima. Zij heeft me aangesteld. Ze heeft me aangenomen. Dus dat onderwerp is met haar ook een aantal keren in de Kamer ook aan de orde geweest. En dan kunnen we het rijtje wel aflopen. Minister Blok is ook iemand die hier gewoon affiniteit mee heeft. Maar ja, die was net binnen en toen ging ik vervolgens weer weg. Dus dat is mijn eigen schuld. Wij danken u zeer. Het is een beetje uitgelopen, maar hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik schors de vergadering tot 14:30.